Goedemorgen jongens, het is even geleden, maar vandaag heb ik weer een video voor jullie. Ja, ik zie er nog niet uit. Ik ga vandaag shooten met Matthijs en ik ga jullie laten zien wat ik vandaag aan ga doen. En ja, heel veel kijkplezier. Oké, ik wilde sowieso dit shirt aan van Odd Future, maar ik heb twee Adidas broeken waar ik tussen twijfel. Of deze. Hij is ja, best wel strak gewoon. En ja, ik vind hem wel leuk. En dan heb ik ook nog deze zwarte. Die is niet van Originals. Maar ja, hij heeft een beetje van die flared. Ja, ik weet niet hoe dat uitlegt. Maar die vind ik dus ook heel leuk. En is weer eens wat anders, zeg maar. Dus even lastig. Nou, ik ben me dus even aan het opmaken. Je ziet het al. Ja, ik heb mijn bril afgedaan, dus ik ben me nu aan het opmaken zonder mijn lenzen in. Want ik wil gaan shooten met mijn bril op. Ja, dus, maar ik ben best wel nog tevreden met het resultaat, want ik kan niet zo heel veel zien zonder mijn lenzen. Ja, stik voorzichtig. Ja, ik ben bijna klaar. Nou, ik heb inmiddels mijn make-up gedaan en zo kan ik beter zien, I guess. Niet heel boeiend, gewoon standaard make-up wat ik elke dag op doe. En ik wilde vandaag dus gaan shooten met mijn bril op. Maar het is best wel wennen voor mij. Dus ik ben benieuwd hoe de resultaten gaan worden. Als dat een goede zin is. En trouwens, even kijken hoor. Het is uiteindelijk toch de zwarte broek geworden. Want die past beter bij de schoenen die ik aan ga doen. Ik zal het wel even laten zien. Oké, deze schoenen ga ik aandoen. Ze zijn echt super oud. Maar ik heb ze ja, een soort van schoongemaakt. Dus ik hoop dat ze er nog ook uitzien op de foto. Oh ja, ik doe trouwens straks een ander shirt aan. Maar het was binnen best warm. Dus ik deed even wat anders aan. En deze broek. Oké, echt super random gaat het opeens regenen. Dus ik zit hier met spijken te wachten tot het stopt met regenen. En dan gaan we maar naar buiten, hè? Het is eindelijk gestopt met regenen. En ik ben nu onderweg naar het park. En ik heb mijn statief mee. Dus ja. Scheur of zo. En we hebben hier wat foto's gemaakt. Dus. Ik ben inmiddels weer thuis en we hebben een paar leuke foto's gemaakt. Ik heb leren longboarden, zoals jullie hebben kunnen zien. En ja, dat was het denk ik. Het was in ieder geval een hele leuke middag. Het is in ieder geval inmiddels alweer 6 uur. Dus ja, ik vond het leuk. En ja, de foto's zullen jullie wel vinden op mijn Instagram account. Dus ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. En hopelijk tot snel. Doei!